Mijn naam is Miljan Manhoef, geboren in Beemster, opgegroeid in Purmerend. Het was geen makkelijke weg om te komen waar ik nu ben. Ik heb er hard voor moeten werken. Dat doe ik elke dag. Door hard te werken, discipline en geloof ben ik gekomen tot waar ik nu sta. En ik had het niet gekund zonder de steun van mijn familie. Ik ben Miljan Manhoef en dit is mijn leven. Ik kan nog meer en ik moet nog meer. Dus ja, ik ben nog niet tevreden of zo. Dus ik moet echt nog gewoon aan de bak en mezelf laten zien en het team helpen. Vorig jaar, het jaar daarvoor hebben we het heel goed gedaan. Europees gespeeld en ja, nu van het begin van het seizoen gespeeld. En dan heb je zo'n moeilijk seizoen, dus dat is wel anders. Mijn absolute droom is toch wel... Gewoon een hele mooie carrière hebben, het beste eruit halen wat ik eruit kan halen. En dan als het kan en mijn lichaam het toelaat, dan stop ik vroeg en dan ga ik nog even boksen. En dan word ik wereldkampioen. Oké, kom op mensen. Dit wordt een battle. Een battle tussen Murdo Groenhagen, 23 jaar en Miljan Manhoef, 60 jaar. Ja. Ja, ik wist wel altijd dat hij een sporter zou worden, ja. Ja. En of dat naar boksen, voetbal, hij kon alle sporten heel goed. Jij kroop al door die gym heen, hè, nog voordat je 1 jaar was. Dus ja, je zag gewoon dat iedereen al die trainingen waren, dat je vader trainde. En ja, uiteindelijk keek je daar natuurlijk tegenop, waardoor je ook de handschoenen pakte. Ja. En natuurlijk Gino trainde daar. Een beetje opkijken naar je broer natuurlijk. Ja. En ja, op een gegeven moment hoefde hij ook niet echt de les te volgen. Je hoorde al aan Mike's stem wat, weet je, combinaties en dat deed je dan gewoon. Als je altijd 5 dagen in de week op zo'n gym bent en je ziet dat... Ja, als kind zijn, dan weet je dan ook niet beter. En ja, dan kijk je naar je vader en je broer op toen, ja. Weet je, dus ja, dan doe je gewoon na. Maar ook dat voetbal, want al van jongs af aan liet Melvin je met die bal lopen. En dan als er een kind zijn, dan wil je die pakken met je handen. En zei hij, ja, niet met je handen, met je voeten. Dus eigenlijk, ja, hoe oud was je toen? Misschien 2. Je was erg leergierig. En nog steeds. Ja, ik begon te voetballen bij Purmerstein, bij de kabouters. Toen was hij 4. En ja, dat was al een grappig gezicht natuurlijk. Al die hele kleintjes in die pakjes en waar dan ook. Dus het begon heel speels, maar ik zag gewoon dat hij begreep wat nou de bedoeling was. En dan had je een ander jongetje die daar, en die begreep het dan ook. En dan zei hij van ver af hier die bal. En kwam in één keer die bal over die andere 6 kinderen. En dan pakte hij hem aan en dan scoorde hij dan, weet je wel. Nou, en ik vind het wel knap dat hij altijd wel die drive hebben om beter te worden. En er zichzelf aan te werken. Ik vind het wel knap hoe je dat doet. En ook voor je jongere jaren, dat je had 1 doel om bij een betaalde voetbalclub te komen. En je ging iedere dag in de vakantie over het hek van Purmerstein om daar te trainen. En dan soms zet ik je af en dan... dan haal ik je weer op en dan zag ik je daar in je eentje, niemand was er, want die club was dicht. En dan dacht ik, oh, het is zielig. Uiteindelijk mocht je wel naar een betaalde voetbalclub. Dus ja, heeft even geduurd. Het heeft even geduurd, maar het heeft wel de vruchten geworpen, heb je wel goed gedaan. En heb je ook eigenlijk allemaal zelf gedaan. Ja, mijn moeder is wel echt altijd soort van mijn... we zijn alleen opgevoed door mijn moeder, dus ze is altijd echt... En van Leeuwin, weet je.
Zij, ik ben een leier. Ja, en dan, dus niemand moet aan haar kindjes komen. Dus daarom heb ik ook echt hier op mijn arm, zeg maar, een leeuwin staan. Met dan een kleinere leeuw, zeg maar. En het was allemaal wat moeilijker toen. Dus ja, dat is gewoon, dat is mijn drive, weet je. Gewoon voor mijn familie zorgen, voor mijn moeder, mijn zusje, mijn oma, mijn oom, mijn broer. Die er altijd voor me waren, weet je. Mijn broer heeft ook voor mij gezorgd, weet je. Hij heeft ook zoveel dingen voor ons gedaan. Als jongen van 15 was hij, weet je. Dan, weet je, 16 begint een nieuweling, ga je vechten, weet je. En dan kan je vechten, zeg maar, zonder bescherming, hoofdkap en zo. En dan heb je nieuweling, heb je C, heb je B, heb je A. En in de B krijg je, nou, je eerste geld, €150 of zo, weet je. En mijn broer was ziek, maar hij was 15 jaar en hij vocht al in de B, weet je. Maar hij was ziek, alleen er was geen eten in de koelkast. Dus hij stapte die ring in voor €150. Nou, is hij knock-out gegaan. Waarom? Omdat ik, ja, ziek was. Niemand was erbij, we konden geen kaartjes halen voor het gevecht. Mijn moeder was te laat, weet je, was één kaartje, mijn moeder was er niet bij. Ze was helemaal alleen, ziek en hij ging neer. Maar ja, daarna hebben we hier lopen lachen, hebben we hier al McDonald's gegeten. Nou, hadden we gewoon McDonald's of, nee, New York Pizza was het. Dat was ons ding, als wij dan gingen. Dat was ons uit eten, New York Pizza, weet je. Dus hij heeft dingen voor ons gelaten en het is mooi gewoon van waar we vandaan komen en waar we nu zijn, weet je. Het harde werken. Dat ik dingen heb gelaten met vrienden en zo. Maar straks kan ik, aankomend jaar, of niet dit jaar, maar volgend jaar gaan we met z'n allen op vakantie. Met zijn gezin. Weet je, willen we misschien naar Curaçao of Indonesië of iets gewoon met z'n allen doen. Weet je, dat zijn de mooie dingen. En dat zijn de dingen waarvoor je het doet. Snap je? Dus van niets naar iets, dat is het mooie. Dus ik vind, weet je, als je iets hebt en je blijft iets hebben, dus ja. Dat maakt niet uit. Als je iets hebt en je gaat naar niks, dat is niet leuk. Maar als je van niets naar iets, dat is het mooiste. Dus uiteindelijk, je geeft het op, maar je krijgt er veel meer voor terug. En dat is gewoon waarom ik denk, ik zeg gewoon van, ik heb er niks voor opgegeven, omdat ik er zoveel voor terug krijg. En zoveel nu heb. Hoe vind je het seizoen gaan? Ja, het is een moeilijk seizoen voor ons. Club en als team. En voor mij ook wel even wennen. Vorig jaar, het jaar daarvoor hebben we het heel goed gedaan, Europees gespeeld en nu van het begin van het seizoen gespeeld en dan heb je zo'n moeilijk seizoen, dus dat is wel anders. Maar voor mezelf probeer ik me gewoon te ontwikkelen en me te laten zien op een andere positie ook nu. Dus ja, we zijn altijd ontwikkelpunten. De grootste is nu wel dat ik gewoon nog meer rendement kan hebben. Hey, 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 kom door die dingen toch, ik was een beetje laat. Ah, maak je daar nog, maak je daar. Welkom. Ja, ik heb gewoon 60 minuten gedaan. Ja. I only got one question, so is that all you got? You go big or stronger, you push harder. Is that all you got? You climb higher, faster. So is that all you got? You put your best and the rest in, no resting. Is that all you got? So you a victor. I only got one question, so is that all you got? Yeah, look at you now. So is that all you got? Is that all you got? Hey, hey, yeah, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, so is that all you got? Yeah, yeah, heb je die erop? Lekker. Nou, we zijn vandaag bij Your Perfection. Gino en Million zijn vandaag langsgekomen om een beetje, we hebben een klein opwarmpje gedaan. Op de box zakken en uiteindelijk hebben we een pet sessie gedaan van 6 tot 7 rondes. Technisch en op snelheid. En daarna hebben we een paar rondjes gespart, hebben ze met elkaar een paar rondjes gespart. En, zo hebben we een volledige training achter de rug en zijn de mannen een beetje stuk eigenlijk. Dus dat hebben we eigenlijk vandaag gedaan. Fighting fire with fire, immolation no desire. My blaze will keep burning brighter, taking all the I can take. I think it's time we escalate.
With power I will liberate. I liberate. I ain't here to negotiate. Yeah, I'm out here on the wire. We're fighting fire with fire. I was born a survivor. Now I'm out for blood. I'm out for blood. Ik heb wel een paar klappen gekregen, maar gelukkig heb ik hem hier al nog geraakt. Deze en deze. Je ziet, als je even inzoomt op zijn gezicht. Dit is van gisteren, deze is niet mee. Allemaal van mij heb ik deze van gisteren. Allemaal. Tel niet mee. Ja. Nee, maar. Je hebt hem een paar keer geraakt. Ja, je hebt hem. Oké. Deze hebben we met hem gewonnen. Ja, man. Ja. En vroeger, toen we nog heel klein waren, zelfs op bed bij oma en zo, weet je dat nog? Ja. Mijn boksstandschoenen aan, dan gingen we wedstrijdjes vechten. Zoveel rondes zijn er in. Toen was het anders, ja, maar toen uiteindelijk. Ging ik altijd, moest ik huilen waarschijnlijk op het einde van de race. Toen was je nog heel klein. Toen was ik nog wel jong. Maar nu, als we tijd hebben, dan doen we wel een beetje. Ja. En nu gaat het, ik word iets ouder, dus ik kan iets meer handelen. Maar nog steeds, als hij vol gas geeft, dan haal ik het niet meer. Hoe was hij als kind, als broertje? Druk. Druk, energie. Heel veel energie. Maar ja. Ik weet niet wat te zeggen. Wij zijn gewoon heel close opgegroeid. En vooral vroeger. Omdat we allebei vochten nog. We hebben een andere vader, maar ik heb het gevoel dat wij heel close, misschien wel closer dan de meeste broers zijn opgegroeid. Het was echt mijn moeder, broer, ja. Ik, mijn oma, mijn oom en mijn zusje, weet je, dat was het. En we waren altijd samen, of we nou naar vechten gingen, naar voetbal, weet je. Heel close. Elke dag waren we met elkaar. Soms dus bijna te close. Ja, iedereen op elkaars lip en dat kon soms ook nog stroef lopen, maar heel close. Onze vaders waren niet in ons leven, waren onze moeder. Dus hij was een man thuis, snap je? En toen hij wegging, toen werd ik de man thuis. En hij heeft me laten zien hoe ik een man moet zijn. En voor mijn moeder en mijn zusje moet zorgen. Dus dat heb ik wel echt van hem geleerd, zeg maar. Ik vind dat een compliment, man. Weet je wat is, nee, maar dat is ook zo. Maar snap je? En ik ben echt wel een... ik ben wel echt van... ik vind dat ook een man moet zijn en voor zijn familie moet zorgen. En dat heeft hij sowieso heel goed gedaan. En ik denk uiteindelijk dat... In sommige dingen kan hij veel van mij leren. Maar in dat, in de man zijn, heeft hij me wel echt geholpen, zeg maar, om dat te laten zien. Want een jongen heeft een vaderfiguur nodig. En ook als hij niet mijn vader, het was wel de oudere broer. Hij was 5, 6 jaar ouder. Dus in dat op zich wel. Ik ben zoals Albert trots, hij gaat super hard. Ik had alleen verwacht dat het al eerder zou komen. Want ik heb hem jarenlang meegemaakt. En toen hij klein was, speelde hij al iedereen weg op de straat en alles. Dus hij was in zo'n voetbal als vechter was hij gewoon zwaar dominant. We hebben niks gratis gekregen. Voor alles wat we krijgen hebben we moeten strijden. Maar het komt nu eindelijk voor hem. Ik geloof dat dit pas het begin is van deze jaar. Have you ever seen a man not afraid to die? Gave his life for a dream. Born hustler, so the game conceived. Goed naar weer, het is een goede 1-2, een goede aanval. En een uitstekende goal. Manu, volgende goal voor Vitesse. Razendsnelle tegenstoot. Manu, als die paas goed is, is de kans. Manu, die paas was goed, want Van der Hoorn ligt van de Maro. Hij kan niet verdedigen hier. Manu schiet er wel binnen. De sterkste schakel bij Vitesse, Milion Manu. Hier is Manu voor Vitesse. Doet zich van zijn tegenstander en verrommelt de bal bij Palen Frederiksen. Manu met Ramaljo. Oh, schitterende beweging. Ramaljo wordt daar een behoorlijk te kijken gezet in ieder geval. De Milion Manu. Als een voordragend snel golf is hij er vaak bij betrokken. Via Manu eruit komen. Is
is het heel even 2 tegen 2. Timber met een volle achtervolging, maar Manhoef is de 16 al in. Million Manhoef krijgt hem daar perfect in de verre hoek. Een geweldig doelpunt voor Million Manhoef. Manu voor zijn tweede. Hij is helemaal alleen en hij doet het ook helemaal alleen. En Vitesse door twee doelpunten van Million Manu op voorsprong in de Johan Cruijff Arena. Ik geloof dat hij echt Europees, hoog in de Europese top hoort uiteindelijk. En ik ben zijn broer, ik weet dat. Misschien leef ik in een Rosso-Wolk, maar dat is wat ik zie. En daarna moet hij zelf beslissen wat hij daarna gaat doen. Want hij heeft al een interview gezegd dat hij daarna nog hier al, wat we hier hebben gedaan, dat hij dat nog voort wil zetten. En in mijn optiek, mocht hij besluiten dat te doen, mocht hij dat willen doen, geloof ik oprecht dat hij de eerste is die het verlikt, die gewoon hoog op voetbal kan spelen en dan gewoon op zijn 30ste zegt van hé, luister, ik trek de handschoen aan en gewoon wereldkampioen kan worden. Ik geloof dat voor niemand op deze wereld is weggelegd, want het zijn twee hele andere dingen, maar deze jongen is een machine. Nou, ik werkte, denk 7, 8 jaar geleden bij een sportactiviteit, bij Spurt heette het, dat is een sportactiviteit voor kinderen en daar kwam Million als, als jongen van, hoe oud was je? 5, 6, 7. Ja, tot laat ook nog. Ja, hij was best jong. Was echt, het zelfvertrouwen wat je nu bij hem ziet, dat had hij toen al. En dat vond ik zo mooi aan hem. Het was echt een mannetje. En had lang haar, strak. Ik zei altijd, wie maakt je haar dan zo mooi strak? Weet je? Altijd strak haar, kwam je altijd zo binnenlopen. Toen al een kerel, weet je? Dat vond ik heel mooi aan hem. Een bepaald zelfvertrouwen wat hij had, geweldig. Veel gepet samen. Ja, we hebben heel veel getraind samen. Veel petsen, bokspetsen. Ja. Hij is een voetballer, maar hij had natuurlijk ook van vechtsport. En dat kwam je eigenlijk altijd bij mij opzoeken. En zodoende hebben we altijd het contact gewoon met elkaar behouden. Ik was toen al trots op hem. En nu helemaal. Weet je. Hij is zijn droom, iemand die zijn droom waar maakt en weet je, die er kaart voor vecht, sta ik 100% achter. En dat heeft hij gedaan. En weet je, om daar te komen is niet makkelijk. Het is een lange weg en dat heeft hij uiteindelijk toch gedaan. En dat respecteer ik alleen maar. Ja, het is gewoon pure karakter en wilskracht die hem gewoon door daarheen heeft gebracht. Ik denk dat hij ook heel ver gaat komen en dat hoop ik ook echt voor hem en dat verdient hij ook. Dus ik ken hem al een tijdje, het heeft een goed hart. Dat is liefde, man. Ja, maar 100%. Lang geleden dat we hier weer waren, hè? Hey, en hoe, man. Meen en ik waren eerst niet echt beste vrienden of zo. We waren heel erg competitief, allebei. Toen hebben we in de zomervakantie elke dag gingen we sporten. Hier op het veld. Of daar iets verder. Op het rugbyveld gingen we trainen. Op de hek klimmen. Kwam hij dan met zijn fiets naar mij toe, gingen we met z'n tweeën in de bakfiets. Had ik hem voorin of hij mij voorin. Lag eraan wie de foute training had gedaan de dag daarvoor. Het is ook wel een beetje mooi daarachter. Is het treinspoor, maar daarachter waren ook heel veel ballen die overgeschoten werden van andere teams. Dus zo konden we eigenlijk oneindig ballen meenemen, gebruiken voor onze trainingen. Ik heb hier ook gespeeld, maar dit is meer van met hem hier over voetballen, trainen elke dag. Er was eigenlijk niemand die ik kende zoals Million, om heel eerlijk te zijn. Was ik al bezig met voetbal, maar de mentaliteit die deze jongen had was van iets anders. Wanneer iedereen klaar was met school, ging hij nog trainen. Moest hij weer trainen bij zijn club, ging hij daarna weer trainen. Hij werkt keihard voor alles wat hij tot nu toe heeft bereikt. Hij is ook nog lang niet klaar, dat zegt hij ook zelf. Je ziet het ook, hij speelt op hoog niveau. Als hij thuis komt, heb je dat sommige mensen even rust pakken. Hij gaat sparren, hij gaat nog even trainen. Vrienden zoals hem, weet je, die, ook al spreek je ze niet, je weet dat ze er zijn, snap je wat ik bedoel? Dus, daarom is onze band ook gewoon zo goed, omdat we doen beide ons ding. Hij is gewoon ook bezig met zijn eigen dingen en ik ook. En als we tijd hebben, dan zijn we gewoon altijd met elkaar en dan gaan we een balletje trappen of gewoon lekker wat eten en zo. We halen allemaal van eten, dus... Mentaal gewoon doorgaan. Kijk, hij heeft ook niet een heel makkelijk leven gehad. Er zijn veel dingen geweest die hem tegen konden houden van waar hij nu is. Hij heeft die niet gedaan, hij heeft altijd doorgezet, doorgestreden. Dat is eigenlijk de dingen die ik zoek, ook vooral bij mijn vrienden om me heen. Met mensen waar je mee omgaat, daar ga je ook naartoe. Mm-hmm. Dus ik hou van me omringen met mensen die passie hebben, die voor hun doelen gaan. En dat is hij ook, snap je? Dus daarom hou ik van een kleine cirkel en daar houdt hij ook van bij.
Daarnaast dat vinden de dames ons ook zo'n goed duo. Zo. Ja, dat sowieso, dat sowieso. Weet je? Oh, hij de lange dames, ik de kleine. Samir! Of a champion. All right, my stacks, my plaques, my trophy waxed. Give up, no way, we run the map. Practice on it late night, even though I'm trying to get it till the sun come up. That's right, I'm glorious. Thankful we finally made it. Finally, they celebrated. They ain't want to come see us, not they want to be us. Underdog, I was lower than the floor. Now my new name starting with a C. Here we go. Nee, ja, deze plek is wel een beetje bijzonder voor mij, ik denk. Dit is de plek waar ik het meeste eigenlijk straat heb gevoetbald en Purmerend. Dus ja, ik was hier altijd, weet je. Dit is een beetje de hoed uit, uit Purmerend, weet je, de mindere gedeelte. En hier kwamen altijd, weet je, tijdens Ramadan vooral. En dan kwam hier ook gewoon al die grote jongens voetballen vanaf, want ze mochten natuurlijk niet eten. Dus ze gingen gewoon voetballen de hele dag tot ze mochten eten. Dus het was echt gewoon, ik was hier vanaf. Vanaf 2 tot 10, want toen mochten ze nog om 10 eten. En dan winnen blijft gewoon staan. Dat is wel altijd leuk. Ik had altijd team met Samir en met Quinten. In die niveau mee, die kwam die niet echt hier al, maar altijd met hem en dan nog een vriend van me. Ja, het was echt, dat was wel tijd hoor. En mijn moeder moest me komen, als ze wist me niet te vinden, dan wist ze dat ik hier was. Altijd met, vooral in de zomervakanties en zo dus. Dat was wel echt leuk. Ja, dit was wel die, samen met dan Spurt waar ik, of Vaart, waar ik dus altijd voetbalde. Dus door de week gingen we altijd naar Vaart. Daarna ging je, en de avond ging je hier voetballen. Ja, dus het was alleen maar voetballen. Ik heb wel echt uren gemaakt, dat wel. Ja, maar dat is ook hoe het hoort, zo leer je het best. Kijk, weet je wat het leuke is? Ze kunnen straks misschien wel zeggen, maar... Quinten, jij was altijd beter dan mij, toch? Vroeger? Ja. Ja, man. Zie je? Hij denkt dat ook. Ze denken allemaal dat ze beter waren. Waarom op schoolplein, ik ben beter, ik ben beter. Nee. Ze wisten stiekem van binnen wel dat ik. C-H-A-M-P-I-O-E. The life of a champion. C-H-A-M-P-I-O-E. The life of a champion. Alright, my stacks, my plaques, my trophy waxed. Give up, no way, we run the map. Practice on a late night, even though I'm trying to get it till the sun come up. That's right, I'm glorious. Thankful we finally made it. Finally, they celebrated. They ain't wanna come see us, now they wanna come be us. Underdog, I was lower than the flow. Now my new name starting with a C. Here we go. C H A M P I O E. The life of a champion. C H A M P I O E. The life of a champion. Dit is mijn droom sinds jongs af aan. Ik, elke jongen wil voetballer worden. En daar moet je gewoon keihard voor werken. En ik ben nog lang niet waar ik wil zijn. Maar ja, ik leef wel mijn droom, ja. Dus dat is het mooie ervan. Daarom zeg ik, je levert veel in, maar je krijgt er veel voor terug. Kozlowski en daar Manhoef en het is 1-0 voor Vitesse. En het kroonjuweel van dit seizoen doet maar weer een keer een duit in het zakje. Nummer 2 van de middag. Het is de man van de wedstrijd. Het is de man van het seizoen in Arnhem, Miljan Manhoef. Manhoef. Die wil nog graag zijn hat-trick. Manhoef. Manhoef. Nou, dan is hij de hat-trick. Miljan Manhoef. Met zijn derde. Een hat-trick van Manhoef. Reden tot lachen in Arnhem vandaag.